paar jaar geleden had ik voor mezelf als jaarthema iets meer Maria, iets minder Marta. Ik ben iemand die graag handen naar de mouwen steekt, voor de andere klaar staat. Niet zo snel om hulp vraag. Daar ben ik soms mezelf voorbij en het gevaar is dat je dan niet in de rust komt. Niet in de stilte kunt komen. Maar het is goed, weet je, om met regelmaat om je werk even te onderbreken. Om stil te staan en de boel even aan de kant te leggen. En de stilte op te zoeken. Tijd om door te brengen aan de voeten van Jezus. Weet je, laten we even lezen wat we lezen over die Maria en Marta. Uit Lucas 10. Lucas 10 daar lezen we erover. Lucas 10, vers 38 tot 42. Toen ze, Jezus en de discipelen, ze verder trokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer Jezus zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd compleet in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen? Mijn zuster mij al het werk alleen laat doen. Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer zei tegen haar. Martha, Martha. Je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding nodig. Maria heeft het beste deel uitgezocht. Dat zal haar niet worden ontnomen. Zo herkenbaar, hè? Voor mij en misschien wel voor jou. Martha is gastvrij. En ze ontvangt niet alleen Jezus, maar ook de discipelen. Waarschijnlijk het hele huis vol. En Martha die is aan het zorgen. Voor de ander. Niet alleen zorgen, maar kennelijk was ze ook bezorgd. En ze maakt zich daarbij veel te druk. Jezus zegt immers, je bent zo bezorgd, je maakt je veel te druk. Dat Martha zorgt is niet het probleem, dat is goed. Maar het mag wel in ontspanning. Zonder zorgen te maken, zonder druk te zijn. Zorgen en je druk maken levert helemaal niets op. Het koninkrijk hoef je niet te verdienen. Jezus die heeft jou en mij vrijgemaakt en we mogen de ander lief hebben en voor ze zorgen. Net als wij onszelf lief hebben. Jezus legt ons geen last op en we moeten ook onszelf geen last opleggen. Ontspannen wandelen met Jezus en tijd nemen om aan zijn voeten te zitten, op adem te komen. Jezus heeft immers woorden van leven. Even onthaasten, gewoon neerploffen en misschien even stille tijd houden. Wandelen met Jezus en niet voor hem uit heen en weer rennen, maar wandelen. Kiezen voor Jezus is het allerbeste. Dat kan niemand van je afnemen. Dat is quality time met Jezus. Dat is koningstijd. En ook ik moet nog steeds elke keer weer opnieuw leren hoe iets meer Maria te zijn en minder Marta. Shalom.